is De Burgemeester Vraagt Door. Deze keer met Simone Boerkamp. Simone, jij bent een van de voorzitters van de stembureaus tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Ja, dat klopt. Ik zit op het stembureau hier achter ons. Je bent uitgeweken naar een grotere locatie. En waarom is dat? Dat is om de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren van de mensen, want het is een groot stembureau. Dus dat betekent dat er veel mensen ook tegelijk komen stemmen. Nou, dat moet, de 1,5 meter afstand moet bewaard kunnen worden. Nou, daarom is het dus uitgeweken voor deze locatie. Wat voor andere maatregelen zijn er nog voor corona? Dat is dus ook dat de stembureauleden een mondkapje moeten dragen. Uiteraard de kiezers zelf ook. Handschoenen moeten wij aan en er zijn ook kuchschermen. Maar degene die komt stemmen, die krijgt een eigen rood potlood om zijn keuze te maken. En die mag het ook mee naar huis nemen. Er zijn ook wat bijzondere maatregelen rondom mensen die 70 jaar of ouder zijn. Ja, dat klopt. Mensen die 70 jaar of ouder zijn, die hebben de mogelijkheid om gewoon naar het stemlokaal te komen om daar te stemmen. Maar ze kunnen ook een stem uitbrengen per post als ze dat willen. En ook heel bijzonder dit jaar, je kunt 3 dagen stemmen. Er is inderdaad ook een mogelijkheid om op 15 en 16 maart te stemmen. Dat is voor de mensen die een groot risico lopen op corona. In elke grote kern is er 1 stembureau waar zij dan zeg maar, hun stem uit kunnen brengen. Nou is het gebruikelijk dat we altijd een stembureau thuis krijgen een paar weken voor de verkiezingen. Is dat ook nog anders? Ja, daar is inderdaad nog wat aan veranderd. We hebben dus gewoon een stembiljet, zoals we altijd krijgen, hebben we gekregen. Maar daarnaast ook informatie over de gezondheidscheck. Dus die moet dan van tevoren gedaan worden voordat iemand naar het stembureau gaat. Hebt u als burgemeester nog een boodschap voor de kiezers? Ik denk dat het voor alle Twenteranders is om te gaan stemmen. Dus ik roep ook alle Twenteranders op die gerechtigd zijn om te stemmen. Ga ook gewoon stemmen op 17 maart voor de Tweede Kamer.